En dan lees ik hier in Numeri dat die mensen gebeten werden door giftige slangen. En wat is nou het enige geneesmiddel? Dan gaan we een stapje verder. Het geneesmiddel was ook een slang. De slang was de oorzaak van hun dood en de slang was oorzaak van leven. Wat hun dood was, wordt hun leven. Ze worden genezen door datgene waar ze aan stierven. Heel wonderlijk, wonderlijk. Hoe kunnen nu vervloekten, daar gaan we de toepassing maar maken. Hoe kunnen vervloekten, daar gaat het dus over ons, gered worden van het eeuwige verderf. Dat kan alleen door iemand die geworden is wat wij zijn. En dat is niemand anders dan Christus zelf. Christus, zegt Galaten 3, datzelfde hoofdstuk, heeft ons verlost van de vloek der wet. Hoe heeft hij dat gedaan? Door zelf een vloek te worden. Voor ons. Hij is geworden wie wij zijn. En daarom, ik zeg het met enige aarzeling, maar ik moet het toch zeggen. Past dat beeld van die slang toch bij hem. De slang, het symbool van de vloek. En zo hing hij aan het kruis als een teken van vloek. Calvijn, hij zegt, als we de zaligheid willen verkrijgen... Nou, dat mag ik hopen dat iedereen dat wil. Als je zalig wil worden, laat ons dan niet schamen, zegt hij, die zaligheid te zoeken in de vervloeking van Christus, die afgeschaduwd werd in het beeld van de slang. Hij hing daar aan Golgotha's kruis als de grote vervloekte. Voor vervloekte. Daar was de koperen slang, dat gevloekte dier, een afbeelding en een heenwijzing van. Ook er niet te bevatten, hè, dat Christus daar hing als de grote gevloekte. Uitgestoten buiten de gemeenschap van zijn vader. Als we daarover nadenken. Het kan zo makkelijk theologie worden, hè? We hebben het al zo vaak gehoord. Maar laat dit eens tot je doordringen. Hoe diep, onuitsprekelijk diep, heeft hij zich willen vernederen. Een vloek geworden voor vervloekte. Hij werd wie wij zijn. Want dien, zegt Paulus in 2 Korinthe 5, want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij de Vader, heeft hij zonde voor ons gemaakt, zijn Zoon tot zonde gemaakt, omdat hij al die zondelast en die vloek en het oordeel op zich heeft willen nemen. Dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Ja, dan is juist die koperen slang, dat wonderlijke beeld waar je aanvankelijk van denkt van, nou is dat nou eigenlijk wel zo'n gepast beeld? Maar als je er zo over na gaat denken, dan is juist die koperen slang misschien wel een van de helderste beelden juist in heel het Oude Testament van het werk van Christus. Bijna nergens anders als in die koperen slang die een vloek was, is het borgtochtelijke, plaatsvervangende lijden van Christus zo helder afgebeeld als juist in die slang. Een vloek geworden voor vervloekte. Zoals de Heer Jezus ook zelf bevestigd heeft. Ik zei het al in Johannes 3. En gelijk Mozes de koperen slang verhoogd heeft,
Alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Hij zegt als het ware nummer 21. Daar gaat het over mij. Die koperen slang. Dat gevloekte dier. Ben ik. Dat is het eerste wat vanmorgen verkondigd wordt. Maar nou verder. Het volgende. Want stel nou voor, als Mozes nou niet meer had gedaan dan die koperen slang op die stang plaatsen. En verder niks. Dan zou dat al die mensen die daar in de woestijn zo dodelijk gebeten waren, niet geholpen hebben. Het maken van die slang aan zich zou niet geholpen hebben. Ze moesten op die slang zien. Daar draait het uiteindelijk om. Dat is de kern. Eerst al wel dat er genezing beschikbaar was, dat is al een machtig wonder, maar dat is niet genoeg. Het is niet genoeg dat ik weet dat er verzoening is, maar dat ik in die verzoening persoonlijk deel. Dat komt erbij. Vers 8, kijk maar. En het zal geschieden, vers 8, dat al wie gebeten is, als hij haar aanziet, dat was dus wel een voorwaarde, zo zal hij leven. Die slang moest aan die stang hoog opgeheven worden, zodat mensen niet alleen maar dichtbij, maar ook mensen helemaal ver achterin het leger van het volk, dat ze allemaal op die slang konden zien. En zo moet in de prediking Christus hoog opgeheven worden.